Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, natuurlijk, alle opmerkingen over de Groningers en de versterkingsoperatie zijn we natuurlijk helemaal eens met elkaar. Maar de PVV heeft ook een mondelinge vraag gesteld vandaag, waaruit bleek dat 50% van de Nederlanders op dit moment in de kou zitten, omdat ze de gasrekening niet meer kunnen betalen. Hoe denkt de PVV dat de gasprijs zich ontwikkelt als wij bijvoorbeeld 20 miljard kub per jaar op een veilige manier gaan produceren uit het Groninger gasveld? Nou, we moeten niet gaan produceren uit het Groninger gasveld. We hebben samen afgesproken dat we daarvoor eerst een referendum nodig hebben in Groningen. En wat wij doen is in feite hetzelfde als u, alleen wij willen dat veilig winnen in de Noordzee. En als dat versneld kan door de vergunningen die worden afgegeven door deze staatssecretaris, dan bereiken we in feite hetzelfde zonder dat we Groningen risico aandoen. En nogmaals, die beslissing mogen alleen de Groningen zelf nemen en daarvoor moet een referendum komen. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter, natuurlijk moet dat naar een referendum. Maar die 78 miljard kuub uit de Noordzee, dat is ruim twee jaar gasverbruik in Nederland. Dus dat zit niet echt veel zoden aan de dijk. Er zit nog 450 miljard minimaal in het Groninger gasveld. Dus is de PVV het met me eens dat als het veilig kan, en natuurlijk na een referendum, maar als het veilig kan, dat we daar in ieder geval dan op moeten insteken om gewoon door te gaan met produceren uit Groningen. Op een veilige manier. De heer Mulder. Voorzitter, ik hoor dat we het eigenlijk, dat de heer Van Haga en de PVV het helemaal met elkaar eens zijn. Want we hebben dus twee jaar dan de tijd om dat referendum te organiseren en te kijken of we dat doen. Maar laten we beginnen met het gas dat in de Noordzee zit.